Vroomend Dreesman staat op het punt van een faillissement en door huurachterstand dreigen winkels gesloten te worden. Ook de vestiging in Hengelo hangt een sluiting boven het hoofd. Radio Hengelo TV vroeg Hengeloers wat zij hiervan vinden. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Voor de betrokkenen, maar voor heel Hengelo. Ik denk dat het gedaan is met de binnenstad van Hengelo. Dus ik hoop niet dat dat gebeurt. Nou, dat zou ik heel jammer vinden. Ik vind echt een, ik weet niet, V&D hoort er gewoon bij. Dus ik zou het zonde vinden voor ze, ja. Qua winkel is er niet echt bijzonder en leuk assortiment. Maar Laplace is altijd wel, kun je lekker eten. Lekker verse producten. En, ja, daar ben ik wel tevreden over. De winkel zelf vind ik niet zo spannend. Maar het zal wel jammer zijn, sowieso voor de stad. Alles is bijna leeg. Daarom, ik denk, ik heb een tegoed bon, ik denk, ga er gewoon in. Anders heb je tegoed bon geen waarde meer. Eigenlijk hebben we er niet zoveel moeite mee, moet ik eerlijk zijn. Ik haal er eigenlijk nooit wat weg. En we hebben in Emmen ook zo'n H&M en V&D zitten. Dus veel kopen krijgen ze niet weg. Ik kom meer uit Klusinderveen dus. Eigenlijk 90% van kleding die ik koop ik allemaal online. En waarom? Makkelijk, mijn eigen tijd, wanneer ik wil. Zodra de sale begint, krijg ik een e-mail van goh, de opruiming is begonnen. Ik kan het gratis terugsturen. Ja, het wordt zo makkelijk gemaakt. Dus ja, waarom zou ik hier naartoe gaan en kijken of de goede mate nog is? Of ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Volgens centrummanager Gerard Veldhof zou sluiting van het V&D-filiaal voor de binnenstad van Hengelo een grote klap zijn. Het is natuurlijk een belangrijke vestiging voor Hengelo. Met veel publiek ook. Het is een goede V&D ook. We horen alleen maar goede signalen van de V&D-leiding zelf hier in Hengelo. Maar ja goed, natuurlijk is het nadelen voor Hengelo. Maar wij zijn bezig met een heel ander plan. De toekomstbestendige binnenstad van Hengelo. Waar uiteraard V&D een belangrijke positie inneemt op het Brinkplein. Waarin wij grote veranderingen willen laten plaatsvinden door de stad compacter te maken. Aantrekkelijker voor de consument. En ja, uiteraard past V&D daar heel goed in. Stel dat het filiaal, vanavond is er een overleg, het filiaal zou blijven. Wat als je dan naar in de toekomst kijkt, van wat betekent dat dan hier voor dit plein? Nou, alleen maar positief, want we willen het plein zodanig restylen dat het ook voor V&D aantrekkelijker blijft om te blijven, sowieso al. We gaan er ook vanuit dat ze blijven, optimistisch gestemd zijn we wat dat betreft. Maar daarnaast willen we graag een vestiging van stadskantoor hier in het Groot Hotel van Vlet hiernaast. Ja, waardoor er meer levendigheid bestaat in deze kant van de stad. Ja, waardoor het centrum alleen maar trekkelijker wordt voor de consument. En voor vestigingen, ook voor nieuwe ondernemers, om zich hier te vestigen. Hebt u ook zelf met de leiding van het concern hier gesproken? Jazeker, we hebben er mee gesproken. En zover wij weten is Hengelo gewoon een goede vestiging die goed rendeert. Maar nogmaals, ja, ook hier de vestigingsleiding is afhankelijk van de beslissingen die in het hoofdkantoor genomen worden. Daar hebben we geen invloed op. Dus het wordt nog even een spannende tijd? Ja, is zeker spannend. Zeker voor de mensen bij V&D die er werken. Maar ook voor Hengelo zelf. Maar dat geldt ook voor andere steden waar vestigingen zitten. Als inderdaad het hele concern omvalt en er komt geen herstart. Ja, dat is een grote aardlading voor Nederland, denk ik. Maar ja, goed, uiteindelijk, de consument beslist hoe er gekocht wordt.